Jij zit er nu al een tijdje in Duitsland. Hoe heb je het daar tot nu toe? Ja, heel goed moet ik zeggen. Het was aan het begin heel erg wennen. Eerste keer naar het buitenland toe. En veel dingen gebeurd bij de club natuurlijk. We zijn vorig jaar gedegradeerd en daardoor moest er van alles gebeuren met het team en bij de club zelf. Maar eigenlijk vrij snel is het bij de club al heel goed gegaan. En persoonlijk ook gewoon een huisje daar gevonden. En ben ik daar mijn ding gaan doen en de kans kreeg van de trainer om elke week te mogen laten zien. En dat, het gaat tot nu toe goed. Dus het is fijn voetballen daar, fijn wonen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik ben heel positief erover. En het, dat ik het niet per se had gedacht, maar het was niet dat ik dacht van Duitsland is mijn land of zoiets. Maar tot nu toe voel ik me erg thuis, moet ik zeggen. Jij speelde natuurlijk een paar jaar geleden bij de Graafschap. Daar was je heel erg populair. Hoe zit dat in Duitsland? Dat valt nog wel mee, moet ik zeggen. Je bent ook pas net en niemand kent je nog. Dat was misschien bij de Graafschap ook nog wel inderdaad. Maar volgens mij zijn ze blij met me. Maar er zijn natuurlijk ook wat jongens die uit de regio komen in het team. En die zijn natuurlijk wel heel erg populair inderdaad. Dus daar is het moeilijk tegenop te boksen, maar dat hoeft ook helemaal niet. Ik doe gewoon lekker mijn dingen. Volgens mij zijn ze blij. En er zijn regelmatig nog Nederlandse supporters ook die dan ook een beetje nog schreeuwen. Dus die hoor ik zelfs op de tribunes ook nog. En zie ik ook naar de wedstrijd vaak nog met een Graafschapvlag of een Nederlandse vlag. Zie ik ook nog naar de wedstrijd vaak. Dus dat is allemaal leuk. Ik wil zeggen, die supporters die er vandaag waren, dat lijken wel een beetje de Graafschap supporters. De hele wedstrijd een beetje zingen en herrie maken. Ja, het is een beetje hetzelfde allemaal. Ja, ook dezelfde kleuren. En hebben ook een samenwerkingsverband. Dus het. Ook allebei zebra's. Dus het lijkt allemaal heel erg op elkaar inderdaad. Dus misschien voel ik me daarom ook wel lekker in Duitsland. Volg jij de Graafschap nog eigenlijk? Ja, zeker. Zeker. Er zitten ook wel wat jongens nog waar ik ook mee heb gespeeld. En ik vind het altijd leuk om het nog een beetje te blijven volgen. Sowieso de Nederlandse competities. En je volgt natuurlijk eigenlijk meer nog wel de Eredivisie. Maar ik moet zeggen in de keukenkampioen-divisie is het ook erg spannend. Dus ik probeer eigenlijk wel alles samen van een beetje te kijken. En als het op tv is, dan het nog te volgen. En die jongens af en toe nog even een berichtje onderling heen en weer, denk ik? Ja, ik zie er ook nog, ik zie er ook nog wel regelmatig een paar van die jongens. Dat is wel leuk. En daarom blijf je ze altijd gewoon wel volgen. En dat zou ik altijd wel blijven doen. Clubs waar je hebt gespeeld. Of de Graafschap is natuurlijk wel een... groot deel van mijn carrière en een hele mooi aantal jaren geweest. Dus het zal altijd wel voor mij speciaal blijven. Ik zag dat je nog wel wat ambities had, ook eerst in Duitsland. Hè? Bundesliga las ik, dat is wel een droom van je. Ja, dat klopt. Ja, ik heb een interview gehad en dat ging allemaal in Duits. En dat is allemaal wel goed gegaan, moet ik zeggen. En die hebben eruit gepakt inderdaad dat mijn droom is om Bundesliga te spelen. Dat klopt ook wel. En dat is ook een beetje de reden waarom ik naar Duitsland ben gegaan. Omdat ik dat niveau ga proberen te halen en deze club die sprak mij op dat moment deze zomer het meest aan heb ik me tot nu toe in ieder geval kunnen laten zien van de trainer, mogen laten zien en dat gaat goed en ik hoop dat door te kunnen zetten met deze club nog wat moois te gaan beleven en je blijft natuurlijk in ieder geval altijd bij zo'n club dus dat zal waarschijnlijk ook bij andere clubs gaan gebeuren en dan wellicht ook in Duitsland. Ik probeer ook een beetje met de taal nu mee te komen en een beetje bij te leren want dat was nog niet heel goed, moet ik zeggen. Dat gaat nu ook beter. En wie weet wat er dan nog gaat gebeuren in Duitsland. En dan heel misschien aan het eind van je carrière nog een keer terug naar Doetinchem? Ja, het zou ook nog wel heel mooi zijn. Ja, het is ook de plek waar mijn verloofde nu vandaan komt. En dat is eigenlijk waar er nog de schoonfamilie ook nog zit. Dus dat is zeker een plek waar wij eigenlijk nu ook nog vaak komen in die regio, in de Achterhoek. En waar we ons altijd thuis hebben gevoeld en hopelijk nog wel eens een keertje zullen eindigen. En dat is allemaal voor later pas. Ik hoop nog vele jaren mee te kunnen gaan en nog mooie dingen te gaan meemaken.